Vanuit Buitensporig is dit Café 0.0. Presentatie Tom Zuidema. Dag, dit is weer een nieuwe aflevering van Café 0.0 vanuit Buitensporig in Tiel. Aangeschoven zijn vanuit Tiel Oost, Maaike Drintje en Lucinda Knoppers. Welkom. We gaan het Dank hebben wel. Over de mandaloop. Ik heb geen idee wat het is, maar dat gaan jullie me vast vertellen. Ja. Maaike, wil jij eens beginnen? Wat is die mandaloop? Waarom wordt die georganiseerd en waarom in Tiel Oost? De mandaloop is gebaseerd op een comité-lid van ons, van vroeger. Ze was ook mijn vriendin. Mm-hmm. Ze is helaas overleden aan kanker. Mm-hmm. En om haar naam eer aan te doen, hoog te houden, hebben wij bedacht van, we moeten wat doen. Dus we gaan een mandaloop houden. Okay. Maar daar wilden we dus een goed doel aan verbinden. Mm-hmm. En dat is Stichting Sammy geworden. Ja, nou moet je over die Sammy ook even iets uitleggen. Mm-hmm. Ergens in mijn achterhoofd zit nog wel wie hij was en wat hij heeft gedaan. Ja. Maar het is voor de kijkers thuis ook wel handig om weer eventjes in het geheugen vers, fris te krijgen wie was Sammy. Wat is daar gebeurd? Sammy is helaas overleden aan hersenstamtumor. Mm-hmm. En de ouders van Sammy zijn begonnen met dit op te zetten, deze stichting. Ja, die weet ik nog. Ja. Het is heel specialistisch, een hele ernstige vorm. Ja, met, ja. Op het moment kunnen ze ze ook nog niet beter maken. Mm-hmm. Maar inmiddels hebben ze door de nagellakactie van Tijmen, ja, bij het Glazen Huis, ja, hebben ze dus een robot kunnen aanschaffen. Die dus rechtstreeks de tumor ingaat, mm-hmm, en daar dus medicijnen in kan spuiten. Ja. En dat enigszins een beetje afremt. Oké, okay. En dan is daar opeens een clubhuis in Tiel, ja, in Tiel Oost, Lucinda, en die, ja, gaan een mandaloop organiseren. Het valt allemaal een beetje op zijn plek nu. Hoe gaan jullie dat doen? Nou, het is een wandel- en hardloop-evenement. Dus we hebben een wandelroute van 5 en 10 kilometer, mm-hmm, en een hardlooproute van 5 en 10 kilometer. Dus eigenlijk voor ieders wat wils. Mensen met scootmobielen zijn ook van harte welkom. Die kunnen dezelfde route doen. Mm-hmm. Op wat voor vorm dat je mee wil doen, kan allemaal eigenlijk. Maar het is een sponsorloop, dus dit gaat geld kosten. Ja, het is een sponsorloop. Maar voor het sublieme bedrag van €5 kun je al meedoen. Mm-hmm. En de gehele opbrengst gaat naar Stichting Sammy. Dat vind ik knap, dat laatste, want ik heb van jou ook begrepen, er wordt wel van alles omheen georganiseerd, hè? Ja, ook. Er is muziek bijvoorbeeld, vertel eens. Haar neef, die zit bij de Prometoeters uit Loosduinen. Loosduinen, okay. Het was niet Monster. dat is een blaaskapel. Boerenkapel. Boerenkapel. Mm-hmm. En dus die hebben gezegd van, nou, wij komen spelen. Ja. Gezellig. Ja, zeker. Tijdens het lopen. Ja, snap ik. Maar er moet best wat opgetuigd, want je hebt zeg 5 en 10 kilometer. Dus er moet een route zijn. Die route moet herkenbaar zijn. Er moeten misschien nog mensen langs de weg. Dat is allemaal aan gedacht? Ja, dat is allemaal aan gedacht. In samenwerking met Sportfriends en Astilos, de atletiekvereniging, mm-hmm, gaan wij dit doen. En wanneer gaan we dat doen? 25 juni, dus op een zondag. Mm-hmm. Dus we hopen op mooi weer. Niet al te warm, hopen we, maar ja, daar hebben we niks over te zeggen. Nee, nee. En dan gaat het gebeuren weer. Klinkt fantastisch. Alles in kannen en kruiken. Ja. De organisatie is uitgerold en zondag 25 juni. Okay. Druk bezig nog met de voorbereidingen, ja. Maar dat komt allemaal goed voor die tijd. Ja. Kijk, mooi. Nou ja, daar even terug naar die voorbereiding. Ik begreep het clubhuis in de Pepperlaan is eigenlijk best een professioneel clubhuis in die zin. Wijkcentrum, het is veel meer dan een clubhuisje. Met een bestuur, met heel veel activiteiten. Ja. Maaike, wat doet dat clubhuis van jullie zoal in Tiel Oost? Oh, heb je even? Ja, dus daar zitten we voor, zeg het maar. We hebben bingo's, kinderbingo's, aanschuiftafel. Niet te snel. Aanschuiftafel, ja. Vertel. Aanschuiftafel is voor mensen die, eigenlijk voor iedereen, maar die vooral voor eenzame mensen die alleen, mm-hmm, zijn en het leuk vinden om een keer in de maand een hapje te gaan eten. En dat maar voor €5. Mm-hmm. Want dat moet natuurlijk wel betaalbaar blijven. Hè? En dan krijgen ze een hele maaltijd. Soep vooraf.
een warm prak en dan een toetje toe en wat te drinken van de club. Wordt daar veel gebruik van gemaakt? Hoeveel mensen komen daarop af? Rond de 25 à 30. Ja, en die komen uit Tiel Oost specifiek, uit de wijk? Nee, ze komen echt uit de wijk, maar ook buiten de wijk vandaan. En dat mag ook, vinden wij. Okay. We zaten in het rijtje, dat klinkt gezellig trouwens. We zaten in het rijtje van activiteiten van Clubhuis in de Pepperlaan. Ja. We hebben er pas twee genoemd. Ja, dat klopt. Nou ja, we hebben, zoals ik net al zei, Cirilo zit er bij ons in. Die ook hun activiteiten heeft. Maar ook samen met ons activiteiten heeft. Dat zijn onder andere de kidsmiddagen. Nou, dan hebben wij nog dezelfde, de handwerkclub, zeg maar. Waar je van alles kunt doen, breien, bluren, van alles. Dus we hebben zelfs een mevrouw die maakt van crêpepapier bloemen. Okay. En dan hebben we dan, wat hebben we nog meer? Kinderdisco. We hebben dynamiek zit erin, mozaïek zit erin. En dan de nodige feestdagen, hè? Sinterklaas, kerst, Halloween. Nou is het wel vaak zo, misschien vind je het een vervelende vraag, maar moet je het maar zeggen, dat bij zo'n wijkcentrum zie je heel vaak dezelfde gezichten. Nou heb ik het idee dat het bij jullie anders is. Dat verschilt per activiteit. Ja, zie je? Ja. En dus daarmee bestrijk je dus best een heel verschillend, een andere opbouw van die wijk, van de bevolking. Ja, klopt. Dus jong en oud. En, ja. Ja, okay. Klopt. Nou, er zijn zelfs mensen die komen op de Halloween. uit Arnhem. Oh. En dat komt gewoon, die hebben in die wijk gewoond. En die volgen ons via onze site op Facebook. En die zien dan Halloween komt eraan en die geven zich op. Hmm. En die doen dan mee. Dus dan doe je het echt wel goed, toch? Ja. Ja. Dan gebeurt daar dat iets. Dat hoop ik tenminste wel. Oké. Nou, leuk om te horen. Daar doen we ons best voor. Even terug naar de sponsorloop om af te sluiten. Want het gaat best wel snel zo. €5 kun je inschrijven. Je kunt op allerlei manieren meedoen. Scootmobiel, lopend, rennend enzovoort. Je wordt zelfs nog ondersteund door professionele organisaties. Als Astilos en waar was die andere op weer? Sportfriends. Maar als ik nou niet zo'n trek heb om te lopen. Of het is toevallig slecht weer. Maar ik wil wel dat goede doel van jullie steunen. Kan dat kan. Ja, dat kan zeker. Dat mag zeker. We zijn ook nog haastig op zoek. Want tijdens die mandenloop wordt ook een verloting gedaan. Mm-hmm. Door middel van enveloppen trekken. En we zijn dus nog op zoek om mensen die ons sponsoren met leuke prijsjes of zo. Oké, nou dit wordt gehoord, hoop ik voor die tijd. Wij gaan kijken of we straks dat nummer in beeld, het bankrekeningnummer in beeld kunnen brengen. Ja. Met de datum en de tijd. Die zondag 25 juni wordt vast gezellig. Wat heel gezellig. Vond dit al een gezellig gesprek. Ook voor de inwendige mensen is aangedacht. Dus, ook nog. Nou, kan niet op. En ik ben ook geïnspireerd om eens wat vaker in Tiel Oost in de Pepperlaan te komen kijken. Van harte welkom. Hartstikke fijn. Dus hoor je dat de koffie klaar staat. Ja. Goed. Dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Dank u wel. Dit was weer een uitzending van Café 0.0 vanuit Café Restaurant Buitensporig in Tiel. Graag tot de volgende keer.